Zo, kijk eens even. Deze hebben we enige tijd geleden gevonden. En deze jonge man, Christian Egwets, die gaat eens even kijken wat hierin zit. Want deze steen ligt al een tijdje te niksen. Helaas wel. Ja. Maar je ziet het hier, het is wel kwart. Alleen, ja. Mocht het wat. En ik werd boos. Ik zei, ga dat ding eens een keer open mappen, joh. Ja, hij ligt hier gewoon te verstoppen. Nou, dat. Maar we hadden gezien dat er een scheur in zit. Ergens. Daar loopt hij. Hier loopt hij. Ja, en zo. Zo loopt hij heen. En zo. Ja. Nou ja, wat zullen we gaan doen? Als we zo doen, dan heb je, als die hol is, een breder beeld. Of een groter gedeelte. Ik zou dat eerste doen, ja. Over de breedte. Ja. Waar je die barst loopt. Dus die. Ja. We gaan kijken wat het wordt. Wat erbij, Tom. Kijk eens, voet erop. Hoppa. Hij barst, hè? Ja. Oh, hij barst over de lengte. Zie je dat? Kijk. Oh, spannend. Zou die hol zijn of zou die massief zijn? Daar gaat hij. Wat een spanning. We weten het zelf ook nog niet. Dit is nee, dat is een mooi. Leuke verrassing van mineralen zoeken. Ja, hij barst wel in vieren, maar ja. Ik denk witte kwarts. Wat denk jij, amethyst? Kom. Kraak, kraak. Ik hoor. Ja. Hij is. Oh, hij is hol. Hij is deels hol. Moet je eens kijken. Nice. Grappig. Dit is dat wel. Dat is best een aardig hoor. Ja. Kijk eens. Hier, dit is natuurlijk nog wel helemaal bruin door de ijzer. Dat kun je nog aardig weghalen. Ja, dus hij is wel, ook los, hè? Hij is wel gebroken hoor. Ja. Hey, maar dat is prima hoor. Kijk eens. Er zitten flinke punten in hoor. Kijk eens even hier. Ja. Even een beetje inzoomen. Nice. Hey, dat is goed. Dat is prima. Grappig zo, dat lijkt een slakkenhuisje. Ja, echt wel. Heel vet. Niet cool. Slecht. Niet slecht. Niet slecht. Vet hoor. Vet toch? Ja. Nou, tada. Even poseren. Cool. Zeker. Moeite waard. Hier nog een van de mooiere stukken die uit deze geode is gekomen. Want kijk. En hier zitten echt nog onbeschadigde toffe punten op. Ze hebben zelfs nog net in de uiteinden van de puntjes licht, ja, amethyst aanloop. Beetje fantoom. Maar dit is wel echt een tof stuk.